Stopt Nederland straks helemaal met het adopteren van kinderen uit het buitenland? Welkom bij Uitgelicht. Nederland moet stoppen met de adoptie van kinderen uit andere landen. Dat advies geeft de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, de RSJ. Bij ons in de studio Anand Kaper, bestuurslid van United Adoptees International. Een organisatie die opkomt voor het belang van geadopteerden. Goedenavond, meneer Kaper. Goedenavond. Ja, hoe kwam dit nieuws vanmorgen bij u binnen? Niet echt als een verrassing, aangezien we ook gedeeltelijk hebben meegewerkt aan het rapport. En er gonsde al iets in de lucht. Dus we waren niet helemaal verrast. Maar toch zijn we wel verrast door de hectiek die zulk nieuws met zich teweeg brengt. Ja. Ja, de RSJ heeft gezegd om te stoppen inderdaad met adoptie. Waarom dit advies? Ja. Waarom komen zij hiermee? Halverwege het jaar is er een verslag gekomen, gedaan door een onderzoeksbureau, om de toekomstscenario's van interlandelijke adoptie in Nederland onder de loep te nemen. En als vervolg daarop is dit advies geschreven. Oké. En in het rapport staat ook dat adoptie, ik citeer even, adoptie biedt veel voordelen voor het individuele kind, maar dat er te veel onoplosbare risico's kleven aan het systeem. Wat zijn dat voor risico's? Als we kijken naar de adoptieprocedures en het adoptiesysteem, kunnen we concluderen dat in de jaren dat adoptie in Nederland nu voorkomt, dat adoptie is verworden tot een soort vraag- en aanbodmarkt. Wij denken als UAI dat dat niet goed is. En vandaar ook dat wij de doelstellingen of de conclusies van het rapport wel onderschrijven. Ja, want waarom is dat niet goed? Ja. Wat zijn de nadelen daarvan dan voor de kinderen? Feit is dat als een land ertoe overgaat om kinderen te adopteren, ze blijkbaar een stuk verantwoordelijkheid missen om voor hun eigen kinderen te zorgen. Ze leggen de verantwoordelijkheid voor de kinderbeschermingsmaatregelen bij een ander land. En wij denken dat dat beter is om landen en regeringen erop aan te spreken om juist dat zelf op orde te krijgen. Ja, maar weegt dat dan zwaarder, die risico's die u noemt, dan kinderen redden uit de armoede? De vraag is of we kinderen redden op die manier. Ja, en wie zijn wij om die kinderen te mogen redden? Ja, als we het hebben over adoptie, dan is het vaak zo dat het gaat om landen waar kinderen naar Nederland komen. Maar we praten niet over kinderen die hier bijvoorbeeld ook een moeilijke start hebben. Of in ieder geval in een moeilijke situatie zitten. Die laten we ook niet adopteren door landen die bijvoorbeeld nog rijker zijn dan Nederland. Nee, maar natuurlijk wel door mensen in Nederland die beter voor dat kind kunnen zorgen. Dat gebeurt ook niet altijd. Nee, een binnenlandse adoptie gebeurt bijna niet. Als we het hebben over adoptie in Nederland, gaat het vaak om interlandelijke adoptie. Ja, er is door de RSJ gezegd dat er direct gestopt moet worden met adoptie. Ja, waarom direct? Is er niet een middenweg om dat geleidelijk te doen? Want het lijkt me vrij abrupt om dat direct te stoppen, die adoptie. De vraag is of als je het direct, als het geleidelijk stopt, of het ook daadwerkelijk dan gaat stoppen. Ik weet niet of het mogelijk is om het direct te stoppen. Maar ik denk wel dat we de hele procesgang rondom afstand en adoptie, zoals dat op dit moment gaat, dat we dat eigenlijk niet meer kunnen toelaten. Als we kijken naar wat er op internationaal niveau speelt, en kijken naar de regels en verdragen die er zijn om kinderen te beschermen, dan kunnen we concluderen dat die regels heel vaak overtreden worden. En hoe bedoelt u dat? Waarin worden die regels overtreden? Kunt u dat uitleggen? Ik zou het kunnen illustreren met wat er staat bijvoorbeeld in het verdrag in zaken de rechten van het kind. Dat opgesteld is door de Verenigde Naties. Daar staat in dat een kind recht heeft om op te groeien of in ieder geval om zijn ouders te kennen. Als we kijken naar de adoptieprocedures en hoe dat gaat binnen een adoptie, dan blijkt heel vaak dat juist die cruciale informatie die kan leiden tot het terugvinden van ouders, vaak niet boven tafel komt of soms niet klopt. En zolang we niet kunnen garanderen dat die informatie klopt, zolang we niet kunnen garanderen dat er ook inzage kan zijn in die informatie, is het denk ik beter om adoptie te stoppen.
Ja, maar dan gaat het inderdaad om een beter systeem, waarbij ik niet gelijk hoor dat er goed voor die kinderen gezorgd wordt. Want veel kinderen die geadopteerd worden in Nederland hebben wel duidelijk een beter leven dan dat ze gehad zouden hebben in het land van herkomst. Dat is nog maar de vraag. Er zijn heel veel geadopteerden die... er wordt altijd geschermd met het beter af principe. Maar nogmaals, dan zouden we ook een kind uit de Haagse Schilderswijk dat opgroeit bij een alleenstaande moeder die in de bijstand zit, kunnen laten adopteren door een rijk Chinees echtpaar. Maar dat doen we niet. En waarom doen we dat dan niet? En waarom, wie zijn wij eigenlijk om een claim te leggen op de kinderen uit andere landen? Ja. Die misschien voor in onze ogen en met onze maatstaven bekeken, op een andere manier en misschien een mindere manier opgroeien dan dat wij dat zien. Maar wie zijn wij om daar dan op die manier ook een oordeel over te vellen? Ja. In de jaren 80 bleek ook uit onderzoek dat adoptiekinderen natuurlijk veel last hebben van ernstige hechtings- en aanpassingsproblemen hebben. Ja. Speelt die discussie nu nog steeds? Ziet u dat nog steeds veel onder geadopteerden? Ik denk dat een andere discussie is, want dan gaan we het hebben over de nazorg die er voor geadopteerden zou moeten zijn. Daar schort het al behoorlijk aan, want nazorg is niet verplicht. Veel adoptieouders die weigeren ook nazorg en die weigeren te erkennen dat er iets speelt in hun adoptiegezin. Dus ik denk dat dat een iets andere discussie is. Maar een andere discussie is, waarom, waarom is het dan voor een kind beter om in het land van herkomst op te groeien als het blijkbaar nu voor de RSJ niet gaat om die hechtingsproblematiek? Nee, de RSJ heeft het voornamelijk over de procedures en die niet altijd kloppen. En de regels die niet altijd worden nageleefd, ook door gerenommeerde of adoptiebureaus die op dit moment gewoon hun werk doen. En zolang zij niet ten volle de adoptieregels, zoals bijvoorbeeld beschreven staan in het Haagse adoptieverdrag, naleven, en er ook geen sanctie is op het niet naleven daarvan, ja, daar gaat het om, dan is het denk ik beter om net een halt toe te roepen aan adoptie, zoals het op deze manier gebeurt. Ja, u bent zelf ook geadopteerd. Ja. Hoe heeft u dat ervaren? Ik heb het ervaren als een niet altijd makkelijk proces. Geadopteerden lopen nu eenmaal tegen dezelfde vragen aan die andere mensen ook hebben. Mm-hmm. Maar feit blijft dat bij geadopteerden er vaak geen antwoord op die vraag mogelijk is. Hoe bedoelt u dat? Als we het hebben over vragen die ten aanzien van identiteit, of waar behoor ik toe, of tot wie behoor ik, dan hebben we het over afkomst en dan hebben we het over de afstamming. Dan zijn die vragen niet gewoon heel lastig te beantwoorden. Ja. Voor een geadopteerde kan het heel vaak zijn, waar hoor ik nou? Hoor ik nou bij het land waar ik nu woon? In dit geval Nederland, ben ik een Nederlander? Of ben ik nu ook een inwoner van dat andere land? Dat kan juridisch wel zo zijn. Juridisch ben je een Nederlander. Je nationaliteit staat in je paspoort en dat is heel duidelijk. Maar wat doet dat gevoelsmatig met je? Gevoelsmatig behoor je dan nog toe tot dat andere land? En hoe zien andere mensen jou? Hoe kijkt de samenleving naar jou? Ja, er wordt in de RSJ wordt er ook gezegd dat het veel gaat om de belangen van de ouders die graag een kindje willen. Maar dit gaat natuurlijk wel, dat adopteren van kinderen, verder dan we willen graag een kind. Hoe kijkt u daar tegenaan? Dat mensen die vanuit naaste liefde zeggen, wij willen zo'n kind helpen. Ja, de vraag is wat helpen is. Is het niet beter om het kind dan te helpen om bij zijn eigen familie te kunnen opgroeien? Dan om het kind uit de situatie te halen, uit een land waar het eigenlijk ook kan opgroeien, als daar een heel goed en zorgvuldig kindbeschermingsmaatregelpakket zou zijn, dan zou dat volgens mij ook kunnen. Dus wat is helpen in dit geval? Ja. Ja, ik begrijp de naaste liefde gedachte daarin, maar wie zijn wij om dan een kind uit een ander land hierheen te halen en dan en vanuit te gaan dat dat dan ons kind wordt, hè, wat veel adoptieouders dan zo zien. Terwijl in feite je een kind van een ander opvoedt. Ja. Ja, staatssecretaris Dijkhoff had de RSJ natuurlijk niet gevraagd om dit advies. Hij wilde vooral weten hoe adoptiekinderen het beste beschermd konden worden. Waarom dan toch zo'n vergaand advies? Ik denk dat dat zeker is ingegeven door het verslag dat halverwege dit jaar is uitgekomen, waarin de toekomstscenario's worden beschreven die te maken hebben met internationale adoptie.
Adoptie in Nederland, of adoptie vanuit het buitenland naar Nederland, loopt al jaren terug. En ik denk dat we ons daar heel goed over op moeten gaan beraden. Wat willen we daarmee? En als we ook kijken naar wat er in de landen, de zendende landen gebeurt, dat ook daar de economie opbloeit en dat heel veel kinderen worden geadopteerd in het land zelf, denk ik dat adopties de langste tijd heeft gehad. Ja, u noemt het al, de aantallen lopen inderdaad terug. Waarom is zo'n advies dan toch nog nodig, blijkbaar? Omdat nog steeds mensen graag willen adopteren vanuit een kinderwens. En ik begrijp die wens, maar de vraag is of adoptie daarvoor bedoeld is. Als we kijken naar de geschiedenis van de adoptiewet in Nederland, is adoptie allereerst bedoeld om een kind dat echt nergens meer terecht kan, een plek te geven in een gezin ergens anders. Tegenwoordig is adoptie veel meer verworden tot het voldoen aan de kinderwens van echtparen die op een of andere manier geen kind kunnen krijgen. En daarmee kom je toch tot een vraag en aanbod iets. En dat houdt zichzelf in stand. Ja, want hoe kunnen dan, want daar is de RSJ niet helemaal op ingegaan, vooral over de toekomst, hoe kunnen adoptiekinderen het beste beschermd worden? De vraag is over welke kinderen we het dan hebben. Hebben we het over adoptiekinderen die al in Nederland zijn? Of hebben we het over kinderen die in een ander land leven en die misschien geadopteerd zouden kunnen worden? Dat is de vraag die ik aan staatssecretaris Dijkhoff zou willen stellen. Mm-hmm. Want ik weet niet precies wat hij daarmee bedoelt. Als hij doelt op de kinderen die nog in het land van herkomst of die in een ander land leven, als hij die bedoelt, dan is de vraag om wie wij zijn om daar een claim op te leggen. Ja, maar vaak gaat het bij die adoptiekinderen ook om kinderen die wat ouder zijn, die speciale zorg nodig hebben. En dat is voor het land van herkomst vaak veel te duur. Die zorg kunnen ze vaak niet bieden. Wat is dan voor die groep een oplossing? De vraag is of dat te duur is of dat ze hun prioriteiten verkeerd stellen. Ja, het feit is wel dat veel landen heel veel geld investeren in het openhouden van de adoptiekanalen om kinderen zoveel mogelijk te laten adopteren naar het buitenland, maar heel weinig geld uittrekken om ook daadwerkelijk te investeren in kinderbeschermingsmaatregelen in hun eigen land. Dus of die maatregelen, op die zorg voor die kinderen daar te duur is, dat weet ik niet. Dat denk ik niet. Ik denk dat het gaat om prioriteiten stellen. Ja? En als we kijken naar adoptie, dan kunnen we wel echt tot de conclusie komen dat daar heel veel geld mee gemoeid is. En dat bij adoptie en dus ook financiële aspecten meespelen. Ja, en hoe kan Nederland daar dan in helpen? Want als wij geen adoptiekinderen meer opnemen als land, wat kunnen we dan nog doen voor zo'n land en ook voor die kinderen die dan toch echt wel vaak in slechte situaties leven? We zouden regeringen erop kunnen aanspreken en kunnen helpen om hun beleid zo in te richten dat die kinderen daar kunnen blijven. Want wij vinden ook vanuit UAI dat als landen ervoor kiezen hun kinderen ergens anders te plaatsen, wat is gebeurd met interlandelijke adoptie, dat ze in feite hun verantwoordelijkheid niet nemen ten aanzien van de kinderen uit hun eigen land. Ja. Ik denk dat wij in Nederland dus ook in die zin de verantwoordelijkheid moeten blijven leggen bij regeringen ter plekke. Ja, heel kort nog eventjes. We hadden het al over dat mensen toch vaak een kinderwens hebben. Ja. Wat zou dan een oplossing zijn voor die mensen? Heel kort antwoord. Er zijn allerlei oplossingen. Ik vind het heel lastig soms om daar een antwoord op te geven. En ik begrijp de pijn. Dus ik denk niet dat het verstandig is om me daar verder in te mengen. Begrijpelijk. Dank voor uw toelichting, meneer Kaper van United Adopties International. U bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Uitgelicht. Tot dan, dag!